Jarenlang heeft keurslager Willy Feijaerts bij het beenhouwen alles nauwkeurig bijgehouden. En nu hij niet meer actief is in de sector van vlees en bloed, is een boekje vol charcuterierecepten een schat aan ouderwets slagersverstand. Maar zijn geheimen mee het graf innemen, dat is voor hem een stap te ver. En er zijn kandidaten genoeg die zich nu al opwerpen als waardige bewaarder van Willy's fijne vleeswaren. Allemaal kinderen vers. Die zijn gekend als grote mannen die zaken gedaan hebben in beenhouwerij, charcuterie. Alle je kunt dromen. Pâté, leverworst, opgevulde kippenpastei, opgevulde kalkoen. Dat hebben we allemaal gedaan. We zijn allemaal opgeschreven in dat boekje. Waarom hebt u zo'n boekje gemaakt? Voor mijn dochter had ik dat gemaakt. Omdat ik dacht dat mijn dochter een man ging kiezen die ook beenhouwerij deed. En, dan kon, en voor dat dan verder in te studeren, voor hem dat boekje te geven. Maar die heeft geen beenhouwer gekozen. Op mijn sterrenbed geef ik dat weg, als ik nog goed ben. Als ik hier nog goed ben, dan geef ik het weg. Aan wie? Dat weet ik nog niet, dat moet ik nog uitzoeken. Dat moet ik nog uitzoeken. Kom maar binnen. Goedemiddag. Dag Willy. Luc de Laat. Ik ben keurslager in Hoven. Voilà, zit u maar mee. Dank u. Dank u. Ik heb een klein cadeau. Kom hier, ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Kun je een hele week chateau zitten als je dat wilt. Zwarte pens vers gemaakt. En dan nog een beetje ander ambachtelijke charcuterijproduct. En meneer Feijaerts, is dat nu een boek die achter ligt? Nee, met een boek doe ik niet weg. Sinds ik een jonge benen was juist begonnen. Nee. En, ik heb dat ook moeten stelen met mijn ogen. En met gevoel? Nee, met gevoel niet. Nee? Nee, met mijn ogen. En wat was het dan zo bijzonder aan het vatten? Alles. Boterhamborst, opgevulde kip, opgevulde kalkoen. Pensen? Nee, pensen niet. Nesp ook niet. Hè. En dan kunnen ze nog geen kopieken van maken alleen van dat boekje. Nee. Hè? Want dat zou wel interessant zijn. Nee. Als het een Belgen Holland was, hè, dan verzitten wij op een namiddag. Hè. En als het een Belgen Holland was, hè, dan verzitten wij nog op een namiddag. Hè. Dan verzitten wij nog op een namiddag. Hè. 2000 gevoerde celtjes. Dat is een moeite, ja. Als jij me nu regelmatig komt bezoeken, ja. Voilà, en ik lig op mijn sterrenbed, dan kun je graag van mij dat krijgen. Wanneer heb je het liefst dat we je komen bezoeken? In het weekend, in de week? Dat is eender. Dat mag vrijwillig, moet niet op afspraak. Maar nee, je moet me nu niet komen bezoeken. Zo, nou. Op mijn sterrenbed, hè. Ja. Dan geef ik dat boekje weg. Ja. Maar ik heb dat niet willen, ik heb dat te ver moeten verdoen. Alleen vooruit. Dat is goed. Ja, het beste. Jullie dus, kom maar naar onze kliniek. En de pensen, denk dan ons. Hè. Ja, dat zal wel een week. We willen toch allemaal een keer pruimen van de pensen. Ja.